kleur wel leuk. Like this. Ik heb echt een kutdag gehad vandaag. Allee, het was niet zo slecht of zo eigenlijk, hè, maar ik heb gewoon niks gedaan. En ik snap dat je soms zo zei van dat het nice is om zo niks te doen. Ik heb dat ook super vaak dat ik zo een hele dag niks doe en dat ik dan me achteraf keigoed voel en dat dat echt zo'n keileuke dag was. Gewoon omdat, ja, dat is gewoon soms nice om zo niks te moeten doen en zo gewoon even te chillen. Maar dingen dat ik vanochtend echt zo opstond met het gevoel van ik ga echt veel doen en dat ik de hele tijd zo het gevoel had van oké, ik ga echt binnen een paar minuten iets doen en de hele tijd bleef ik maar zo zeggen van ik ga bijna iets doen. En uiteindelijk zat ik om 9 uur fucking blind getrouwd te kijken met een half bord lasagne voor me. Allee, fuck ja. Dus ik was een beetje benieuwd hoe dat kwam, waarom de fuck dat ik helemaal niks had gedaan, want ik neem aan dat iedereen dat wel eens heeft. Allee, iedereen zal wel eens een dag hebben waar dat hij zo eigenlijk productief zou willen zijn, maar dan zo echt niks gedaan krijgt. Dus ik heb een beetje research gedaan. Maar dat was raar. En ik heb zo een systeem gevonden waardoor je dus eigenlijk wel vrij makkelijk vrij productief kunt zijn. En dan op het einde ga ik ook voor mezelf kijken van hoe ik dat interpreteer en hoe ik dat ga gebruiken effectief. Dus ja! Yeah. Let's go, ja! Yeah. Het ding is dus dat er bij iedereen keiveel categorieën zijn. Allee, zo aspecten van je leven wat zo eigenlijk vrij weinig met elkaar te maken heeft. Allee, je hebt school, je hebt thuis, je hebt je vrienden, je hebt je werk misschien, je hebt je bijberoep, je hebt je hobby's, je hebt je giro, je hebt... Je hebt heel veel dingen en die hebben niet per se altijd iets met elkaar te maken. Maar toch in je hoofd zitten die allemaal op één grote knoeiboel van... Die zitten allemaal op één grote hoop van allemaal loze ideeën en je kunt daar vaak niet aan uit. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk niet kunt beginnen, omdat je weet niet... hoe je moet beginnen of waar je moet beginnen of je wilt ook niet beginnen omdat je... Het is te moeilijk om te beginnen. Je moet het voor jezelf makkelijker maken om te beginnen. En dat is wat het boek Get Things Done zegt. Ik heb dat boek zelf nog niet gelezen, maar ik wil het wel sowieso binnenkort gaan lezen. En er zijn keiveel mensen die daar heel positief over praten. Dus ik ga hun samenvattingen dus een beetje proberen samen te vatten. Dus ja, de essentie van het boek is om... een structuur te krijgen in alles wat je moet doen, zodat je effectief iets kunt doen. En dat kun je doen in 5 stappen. Capture, clarify, organize, reflect en engage. Deze 5 dingen, deze 5... Waarom deed ik mijn hand zo? Dat is nog wel... Sorry, oh fuck. Kijk, dit is voor mijn mental state moment, hè. Ik ben helemaal in de war. Maar dus, je hebt deze 5 dingen. Ik ga die nu allemaal 1 voor 1 overlopen en zeggen wat het inhoudt. Het is eigenlijk niet zo heel ingewikkeld en het spreekt eigenlijk voor zich wel. 1. Capture. Wat capture inhoudt is simpelweg alles wat in je hoofd komt, moet je opschrijven. Omdat je hoofd is niet gemaakt als een to-do-lijstje. Je hoofd is gemaakt om ideeën aan te maken en het is niet gemaakt om 1000 dingen in op te slagen, wat mensen vaak wel denken. Want ik denk dat je wel kunt relaten met het gevoel van fuck, mijn hoofd zit zo overvol en ik weet echt niet wat ik moet denken. En kent je het zo? Dat je zo blokkeert omdat er gewoon te veel in je hoofd zit en dat je gewoon echt een overzicht nodig hebt van wat er allemaal in je hoofd zit. En het ding wat er dan onbewust ook gebeurt is, stel je hebt in je hoofd 5 dingen zitten die je wilt doen, dat maakt ook dat je geen plaats hebt om een 6e ding te bedenken wat je nog kunt doen. Dus je houdt het dan op die 5 dingen. Als je die 5 dingen dan bijvoorbeeld opschrijft, dan heeft je hoofd terug ruimte om na te denken en om ideeën te bedenken, om dan eventueel een 6e ding bij te maken. Ik ga je 1 wijs advies geven. Altijd als je hoofd zegt tegen u van ik zal dat wel onthouden, ik ga dat straks wel doen of ik schrijf dat straks wel op. Nee, je gaat dat niet doen, je gaat dat niet onthouden en je gaat dat niet doen. Het is zo fucking veel makkelijker om het gewoon even op te schrijven. Om zoveel redenen. Ten eerste gewoon dat de kans veel groter is dat je het echt gaat doen. Maar ten tweede ook omdat je hebt die
vrijheid nodig in je hoofd om verder te kunnen nadenken. En ten derde is dat ook gewoon echt geen aangenaam gevoel in je hoofd om zo, ja, beladen te zijn van allemaal van die ideeën. Ja, dat is gewoon echt niet nice. Stap 2 is clarify. Dat is ook iets dat niet echt gedaan wordt door de meesten. Omdat dat is zo'n stap die te makkelijk is. Dat is zo'n stap die je denkt van, waarom zou ik die nemen? Want dat is nogal vrij logisch en ik kan dat ook gewoon in mijn hoofd doen. Waarom zou ik dat ergens opschrijven? Je moet dat opschrijven. Echt, dat is zo'n gek verschil. Wat je dus doet, is je los idee, je ding wat je zou moeten doen. Bijvoorbeeld, je schrijft bij Capture op, ik moet mijn huiswerk maken. Dan moet je bij Clarify zeggen, oké, ik ga pagina 68 maken van geschiedenis en deze oefening. Je maakt dus eigenlijk van je losse to-do, van je los idee, maak je een heel concrete, makkelijke, allee, simpelere in ieder geval, actie. Die je dan makkelijker gaat kunnen doen. Je gaat veel makkelijker beginnen aan iets als daar staat pagina 86, oefening 4 van geschiedenis. Dan dat daar staat, ja, leren. Allee, ja, wat leren? Wat moet ik doen? Wat moet ik leren? Dat is echt zoiets mentaal dat je gewoon veel makkelijker begint aan iets als je weet wat je moet doen. Langs één kant is dat ook wel ergens logisch. Je moet dus heel duidelijk weten wat je moet doen. En dan is het al minder moeilijk om te beginnen. En dan is het al bijna leuker om te beginnen. Dus. Oké, dan stap 3. Ik moet eerlijk zeggen dat ik deze stap niet heel goed begrijp nog. Omdat ik heb dit zelf nog nooit gedaan en ik heb het boek dus ook nog niet gelezen. Ik neem aan dat het daarin wel een stuk duidelijker gaat worden. Maar dus wat Organize zegt is organiseren van sorteren eigenlijk. Sorteer al uw categorieën. Ik snap waarom dat nuttig kan zijn als je echt zo 50 to-do's hebt. En je hebt zo allemaal verschillende categorieën en je zet zo in een musk of zo. En je moet echt zo, ja, dat moet ik nog doen voor Tesla en dat moet ik nog doen voor naar Mars te geraken. Dan snap ik dat nice is, maar persoonlijk voor mij, oké, ik heb wel veel categorieën, maar op een dag heb ik meestal niet meer dan 10 to-do's of zo. Dus om dat echt te gaan sorteren, ik weet nog niet of dat echt nuttig is, maar ik vertrouw het boek wel een beetje. Ook al heb ik het nog niet gelezen, maar ik vertrouw het wel, dus ik ga dat dan ook wel doen. Gewoon sorteren van al die categorieën die ik op het begin zei, van familie, hobby's, school, al die dingen gewoon netjes ordenen. En dan stap 4. Reflecteren. Dat is echt zo persoonlijke smaak. Ik hou persoonlijk een boekje mee waarin ik elke dag een beetje noteer van hoe ik alles heb gedaan en zo. En dat is kei nice, vind ik. Maar ik snap dat dat ook niet voor iedereen is en je moet dat ook zeker niet elke dag doen. Je kunt ook één keer eens per maand of zo zeggen van, ah ja, die kan ik misschien verbeteren aan mijn to-do's. Of zo kan ik efficiënter werken of zo. Allee, ik weet niet. Dat hangt een beetje af van u. Het komt er gewoon op neer dat je kijkt naar wat je gedaan hebt, hoe je dat gedaan hebt en of dat goed ging. En dan stap 5, de belangrijkste, engage. Het effectief doen van je taak. Ja, daar moet niet echt iets bij uitgelegd worden. Dat is gewoon het doen van je taak, ja. Deze 5 dingen gaan je dus motiveren en helpen om een productieve dag te hebben. Om niet zo'n kutdag te hebben zoals ik vandaag had. En om u te redden van het naar blind getrouwd kijken om 9 uur met een half bord lasagne. Maar dus, wat denk je nu dat concreet de makkelijkste manier is om dit op te volgen? Als ik alleen voor mezelf zou spreken, dan zou ik zeggen, hou een boekje bij. Of hou iets pen en papier bij, omdat dat werkt gewoon echt heel goed voor mij. Maar ik denk voor de meeste mensen dat ze deze rakker veel vaker bij hebben. Maar dus voor jullie een beetje te helpen en ook voor mezelf om daar eens mee te experimenteren, dacht ik om het te proberen op mijn gsm. Maar dus ik ga op mijn gsm een soort netjesse to-do-list maken. En jullie dan een beetje een idee geven van hoe jullie dat ook kunnen doen. En hoe jullie dat vooral georganiseerd kunnen doen. Want ik denk wat dat boek het meeste zegt, is dat het gewoon georganiseerd moet zijn. Het moet allemaal netjes zijn. Dus ik ga kijken wat ik precies kan doen. Ik ga naar mijn Notes app. En dan een nieuw mapje zeker met to-do. In die to-do ga ik dus allemaal notities maken. En ik geef het allemaal de titel van de categorie waar tot het behoort. Dus wat ik zeg van die categorieën van school, familie, vrienden, hobby's, blablabla. Daar mogen nu allemaal aparte notities van maken. Dat netjes geordend is en dat je dat makkelijk uit elkaar kunt houden eigenlijk. Ja, natuurlijk is dat bij iedereen anders. Bij mij is dat wat vrienden, fam,
Catnet, YouTube, muziek, school, porta, I guess. Show, foto, hygiëne en shit. En ik denk dat dat zo, ja, de main categorieën zijn waarin ik te doen heb. Dus ik denk dat elk ding dat ik moet doen, wel onder een van deze categorieën behoort. Natuurlijk is dat bij u helemaal anders. En dus nu, ja, voor elk ding, hier zo dit. Oké, dat is nu allemaal zo geregeld en klaar. Stel, ik zit nu in een zetel. Ik ben blind getrouwd aan het kijken, want dat doe ik tegenwoordig. Ik zit in de zetel en ik denk opeens van, ik moet die vriend nog vragen wat het plan is voor zaterdag. Maar ik heb zo nu geen zin om dat gesprek te voeren en ik heb zo nu geen zin om heel zo'n bericht te typen en zo allemaal te plannen en zo. Dus wat ik dan doe is, ik zet me even recht, want dit is dan belangrijker dan blind getrouwd even. Ik ga naar mijn to-do's, ik ga vrienden en ik zeg vriend vragen zaterdag. Oké, en het is opgeschreven. Het is uit je hoofd, je moet je daar geen zorgen meer over maken. Het is geregeld. Je moet het wel natuurlijk nog doen, hè? Maar het is wel al geregeld. Maar dit is een voorbeeld van een kleine taak. Een vrij duidelijke taak al, wat niet zo lang is, wat niet zo groot is en wat niet zo vaak is vooral. Het is wel al vrij duidelijk wat je moet doen. Maar stel, je zit nu in de zetel, je wilt aan je dag beginnen, je wilt iets productief doen, maar je hoofd is gewoon een beetje vol met ik moet nog zoveel doen. Dan pak je lijstje erbij en dan zeg je bijvoorbeeld voor school. Ja, ik moet nog leren voor school. Ik moet nog gaan lopen voor sporten. En ik moet nog een YouTube video maken. Oké, alles is uit je hoofd. Direct. Het is direct klaar. Je wanordelijke hoofd. Je hoofd die helemaal op springen stond omdat het al zo druk was. Is nu in 10 seconden helemaal terug normaal. Maar je gaat hier niet aan beginnen. Sorry, maar als jij ziet staan in je to-do-list, YouTube video, sorry, maar what the fuck moet je dan doen? Wat je volgende stap is om YouTube video te schrappen. En je denkt dan na over YouTube video alleen. Die andere dingen boeien even helemaal niet. Over YouTube video, wat moet ik doen om een YouTube video te maken? Eerst brainstormen, dan script schrijven, dan filmen, dan editen, dan promoten, en dan is het klaar. Zie, dus, in nog eens 10 seconden extra, 5 simpele stappen waar ik direct mee kan beginnen. Ik kan hier direct mee aan de slag, omdat het staat hier wat ik moet doen. Ik kan dit direct doen, en het is allemaal super duidelijk wat ik moet doen. Mijn mentorblok is even weg, omdat het staat er wat ik moet doen. Het is heel duidelijk, en wat je nu hebt gedaan is die orde in je hoofd gemaakt. Allee, op een gsm eigenlijk, maar ja, je weet wat ik bedoel. Die orde die weg was in je hoofd, die heb je een beetje hersteld. Alles wat je moest doen, heb je opgeschreven en je gaat dat nu niet vergeten. Misschien zelfs nog een tof ideetje, wacht, ik ga eens even kijken. Misschien kun je zo een widget doen van je notities. Ja, hier. Ik weet niet of je dat een beetje kunt customizen. Ja, hier. Kijk, en je doet als to-do's. En hier, dus zie ik handig, al je to-do's als widget is gewoon zo op je home pagina. Ik wist zelf niet dat dat kon eigenlijk, ik ben blij dat dat nu werkt. Alle to-do's zijn hier kei makkelijk. En dan weet je nog, ik moest iets voor YouTube doen. Gewoon even tikken op YouTube, wat moest ik allemaal doen? Brainstormen, oké, ja, ik heb gebrainstormd hier. Afvinken, ja, inschakelen, ja, natuurlijk inschakelen, dank je Apple. Alles komt dan goed en je bent dan gemotiveerd om je dag te beginnen. En je bent dan gemotiveerd om gewoon blind getrouwd te stoppen en gewoon verder te gaan met je dag en gewoon een productieve, leuke dag te leiden en achteraf met een prettig gevoel te gaan slapen en niet met een gevoel te gaan slapen van ik heb heel de avond blind getrouwd gekeken. Allee, dat is ook wel cute soms, hè? Maar dat is ook wel gewoon fucking cringe. Oké, dat was alle nuttige informatie die ik kon meegeven vandaag. Ik hoop dat jullie een fijne eerste schooldag hebben gehad. En ik hoop dat jullie deze tips gaan kunnen toepassen op van die online schooldagen waar je zo gewoon geen structuur hebt. Om een beetje structuur te krijgen, om gewoon ja, een beetje houvast te hebben. Omdat dat zo, zeker online heb je dat echt nodig zo. Die structuur van al die dingen die je moet doen, omdat je zoveel dingen hebt die je moet doen en waar je rekening mee moet houden. En er wordt een beetje van je verwacht dat je dat allemaal heel netjes weet wat je moet doen. Maar alleen bij mij toch weet ik meestal niet goed wat ik moet doen. Dus deze manier van to-do's opschrijven helpt denk ik wel keihard
En ik hoop dat het jullie ook gaat helpen. Dus ja. Doei!